Welkom, hallo! Deze video gaat over dus de Motorola G100. De krachtigste en ook trouwens de duurste telefoon van de Moto G-line-up ooit. Dus als eerst gaan we naar het design van de Moto G100. Dus dit is het. Het ziet er best wel mooi en keurig en strak uit. En het bevalt me overal gewoon wel. Uh, de telefoon is best wel dik en het scherm is best wel groot. Een 6,7 inch scherm heb je en dat is best wel gigantisch trouwens. Dus wanneer je deze in je handen hebt, zul je best wel de vaardigheid kunnen hebben dat het een best fors telefoon is. Uh, persoonlijk wen je er wel aan, maar ik snap best het kan te groot voor je wezen. En natuurlijk heb je twee handen nodig om door je scherm te navigeren. Het scherm zelf is een IPS-paneel, helaas geen OLED, wat ik eigenlijk zo verwacht had voor zo'n prijs als 500 euro. Maar helaas hebben we dat dus hier ook niet op. Maar het is wel 90 hertz. Oftewel, alles loopt veel soepeler en responsiever dan natuurlijk een 60 hertz-paneel. Wat standaard bijvoorbeeld op iPhones komen. Ook heeft de telefoon maar helaas een mono speaker, wat ik dus echt gewoon jammer vind. Want als mensen bijvoorbeeld om je heen praten, dat je gewoon een speaker hebt die naar je toe voert en dat het gewoon goed helder klinkt. Waarbij je aan de onderkant het allemaal weer kaast overal heen en dan hoor je het niet zo duidelijk als dat je het hebt op de voorkant. Dus ja, helaas geen dubbele speaker en dat vind ik gewoon jammer. Uh, op de achterkant heb je dus vier camera's zitten waarbij eentje dus een dieptesensor is van 2 megapixel. En de ander een laser autofocus. En een ultra wide lens, die tegelijkertijd ook functioneert als een macro lens. En je hebt nog een hoofdlens van 64 megapixel, waarbij dus nou, trouwens de ultra wide 16 megapixel is. En als we op een zijkant kijken, hebben we een fingerprint scanner en een volumeknop, waarbij ik kan zeggen: die fingerprint scanner is echt subliem. Het is super snel en. Het uh, is gewoon snel. I like it. En het zit op een powerknop tegelijkertijd ook. Maar dat kan wel weer een nadeel met zich brengen. Soms dan wil je juist even kijken wat op je homescherm zit. Want je wil even die notificaties snel bekijken. Maar je logt uiteindelijk in omdat je weer de scanner op zit. Dus dat is wel een beetje irritant. Maar ja, je kan natuurlijk ook van boven naar beneden swipen en heb je ook gewoon je notificaties. Op zich is het niet zo'n big deal. Uh, Voor de rest, andere zijde, dus tenminste de linkerzijde, heb je dus een Google Assistant knop die je dus niet zelf kan veranderen naar een macro naar nou, wens. Zelf had ik het super fijn gevonden als ik het kon instellen als bijvoorbeeld een Google Agenda. Uh, knopje, Dus dat ik erop knik en Google Agenda open. Dat zou hartstikke top wezen, maar helaas heb je die functionaliteit gewoon niet om het te veranderen. Dus het blijft een Google Assistant knop. Voor de rest heb je nog de sim tray. die je hieruit kan poppen. En aan de onderkant heb je dus een speaker-grill, heb je een USB-C-poort en heb je een headphone jack. Heel fijn dat er headphone jack nog steeds op zit. Because why not? Ik bedoel, je kan het beter op hebben dan niet. En de batterijleven in deze telefoontje is ook best wel nice. 5000 mAh batterij heb je erin. Natuurlijk, mede door zo'n grote batterij moest de telefoon een slaagje dikker worden. Maar dat wen je op zich best wel allemaal aan. Uh, dus 5000 mAh kun je gewoon makkelijk twee dagen meegaan. Tenzij je natuurlijk de hele dag loopt te game op je telefoon. Uh, dan gaat het natuurlijk wat sneller achteruit. Maar in mijn ervaring, met het gebruik wat ik heb, gaat die ongeveer twee dagen mee. Met vijf uur scre screen on time. En als je wil opladen, heb je een... 20 watt oplader mee. Het is een snel lader. Alhoewel, snel is het nog niet echt helemaal. Uh, want ik zal eens even voorpakken, hoe snel hij alles oplaat. Dus ik heb het even genoteerd. En na 15 minuten heb je 21% opgeladen. Na 30 minuten heb je 41%. Na 45 minuten heb je 60%. En na 60 minuten, oftewel natuurlijk een uur, heb je 78%. Natuurlijk. Uiteindelijk kun je gewoon na laten we zeggen 45 minuten gewoon een hele dag mee. Dus op zichzelf is het best wel prima. Maar puur omdat Motorola met zijn Motorola G9 Plus die trouwens 260 euro te kosten een 30 watt oplader bijvoegde. Dacht ik van ja de Moto G100 die kan natuurlijk niet achterblijven als snelste en duurste Moto G telefoon. Maar helaas hebben we gewoon een 20 watt oplader en ik had toch graag die 30 watt oplader hier ook bij willen zien. En de padenkrachtjes in deze telefoon is echt subliem. En met bedoel ik trouwens gewoon de performance en de kracht en de rekenkracht en dat soort dingen van deze telefoon. Het is echt fantastisch. Met de Snapdragon 870 die hierin zit, gaat alles echt zo, zo snel. Browsen, multitasken, een beetje van tabblaadjes verwisselen overal doorheen scrollen, de video's openen, video's kijken, video's afsluiten, alles gewoon wat je doet op deze telefoon is super snel en responsief. En ik heb er gewoon geen aanmerkingen op. Die Snapdragon 78 is echt gewoon super snel. Als je wil gamen op deze telefoon is dat ook geen probleem. Ik heb bijvoorbeeld games zoals Need for Speed No Limits. En ik heb Call of Duty Mobile hierop geprobeerd op de hoogste instellingen. En hij haalt gewoon makkelijk 60 FPS op al die games. Dus gamen is daadwerkelijk geen enkel probleem op dit toestel. Ik, uh, het is echt een genot. En dan gaan we naar de camera's. De hoofdcamera is best wel keurig in kwaliteit. 64 megapixel camera, maar het is natuurlijk. Quad pixel technologie. Dus eigenlijk is het gewoon een 16 megapixel camera. Uh, qua scherpte is hij op zich wel keurig. Dynamic range is hij wel oké. Okay. Het is prima. Uh, alleen in lage belichting is het toch wel een beetje jammer. Namelijk in lage belichting... ...als je bijvoorbeeld een lange sluitertijd hebt... ...in een slecht belichte kamer... Uh, ...nou ja, dan hou je mooi mooie steden vast... ...maar vervolgens krijg jij een vieze... ...paarsige, smotsige foto eruit... ...wat gewoon niet mooi uitziet. Dus voor lage belichting... Uh, no bueno <laughs> deze camera dan niet, want deze doet het niet echt fantastisch. Uh, goede belichting is hier hartstikke goed in. Dus als het zonnetje schijnt en je hebt wat genoeg licht in de kamer of buiten, dan is het geen probleem. En de ultra wide lens op dit toestel is met. Goede belichting, ook best wel keurig. Alhoewel het wel wat mindere kwaliteit is. Het zijn minder pixels dan de hoofdlens. Maar nog steeds voor social media posts zoals Instagram en Facebook zul je nog steeds hartstikke keurige foto's hebben. Verwacht alleen niet dat je deze foto's gaat gebruiken om een hele grote print te maken uh, voor in je kamer. Dat uh, is het nog niet echt uh, voor geschikt. Maar voor de rest, keurige foto's, alleen een lage belichting. Is het toch weer een beetje jammer, net zoals de hoofdlens? Maar het beste nog is de macro lens, want de macro lens is best wel fantastisch. En je hebt nog een ringlight om de camera lens heen, dus wanneer je dicht op je onderwerp gaat zitten met je camera, gaat de ringlight automatisch bijschijnen om genoeg licht op het onderwerp te brengen, waardoor je dus echt super goede foto's mee kan maken. Normaal als je een macro lens op op andere fototoestellen dan schud je een beetje te veel per ongeluk en dan heb je weer een behazige foto en dat lukt allemaal niet zo fijn maar nu kan je gewoon bijschijnen. en heb je gewoon very nice foto's. Zo ook deze foto dus van mijn toetsenbord uh, waar je wel nu een beetje van gaat kotsen omdat het gewoon vies smerig ertussenin is. Dus dat betreft is het niet heel fijn dat er een macro lens zo goed op deze camera of op dit toestel zit. Uh. Ik moet maar weer een beetje mijn toetsenbod schoonmaken. <laughs> en dan de selfie camera's. De main selfie camera, dus niet de wide angle lens. Um, die doet het eigenlijk best wel oké okay nog. Uh, lage belichting is hij nog steeds niet zo heel fantastisch. Maar een goede belichting maakt hij best wel nette foto's. Alhoewel ik wel eens gemerkt heb dat de camera wel een beetje moeite heeft met een goede witbalans te zoeken, want soms heb ik nog wel eens een groenige gloed over mijn foto's heen, wat niet echt heel smakelijk is. Kalka, kwaliteit en detail is hij oké, okay. het is niet de scherpste van de scherpste, maar ik weet zeker voor je social media posts is het gewoon helemaal prima. De ultra wide angle lens op dit toestel is een heel ander verhaal. Weet je, vooruit, Goeie, goed daglicht. Kun je nog een oké okay foto maken. <laughs> maar slechte belichting. Probeer het maar niet. Uh, ne, probeer het maar gewoon niet. is <laughs> no bueno. Maar als je meer informatie wil weten of meer details. Zou ik zeggen lees de blog. Die staat in de beschrijving. Dus check dat. En dan de ready for platform. Wat dus Motorola aanbiedt op de Motorola G100. Wat het dus doet is... Je hebt dus een HDMI kabel en een USB-C. Dus de USB-C plug je in je mobiel en de HDMI plug je dus in je scherm. Vervolgens ben je dus verbonden met je scherm met je mobiel en je kan dus nu jouw monitor, tv of wat nou ook gebruiken dus als een desktop als het ware. Pak een Bluetooth muis, pak een Bluetooth keyboard, verbind ze met de telefoon en je hebt gewoon praktisch gewoon een desktop in huis. En ik moet zeggen, ik dacht eerst wel, nou, dat zou ook wel een trage bende wezen. Ik ben nog best wel blij verrast met hoe snel dit nog is. Pagina's laden, websites laden, dat soort dingen, helemaal geen probleem. Hij gebruikt nog steeds alle apps van de telefoon. Dus alle Android apps die je gedownload hebt, die start hij dan ook op. Alleen je hebt net even een groot scherm. Hij is natuurlijk ook op een groot scherm, doet. Heb je net even een groot schermpje en is het allemaal net wat fijner om te werken? Je kan goed multitasken, dus je kan bijvoorbeeld een game op een linkerhoek zetten terwijl je browst op de andere hoek. Enige nadeel is trouwens wel, je kan niet meerdere Chrome-tabs apart openen, want dat is best wat ik vaak doe op mijn monitor: dat ik even één op de ene helft doe en de andere op de andere helft, maar het zegt één scherm per app. Dat is dus een restrictie daar wel weer in. Maar het werkt echt super snel en ik snap best wel de use case hiervoor. Want natuurlijk als je niet een hele fantastisch snelle laptop thuis hebt of computer. Dan uh, kun je net zo goed gewoon je mobiel gebruiken daarvoor. Dus dat is echt hartstikke nice. Verder heb je nog een aantal andere features op Ready For. Zoals bijvoorbeeld gamen. Um, dit is in principe gewoon, je staat gewoon een app op en je gamet op volledig scherm. Maar je kan trouwens ook gewoon op die mobile desktop kun je ook gewoon eigenlijk gamen. Um, dus dat betreft... Heeft het wat overlap van elkaar. Uh, maar gamen is echt puur voor gamen. Dus dan heb je maar gewoon alles op volledig scherm. Um, waarbij je ook nog tv hebt. En tv is meer bedoeld voor Netflix kijken. En YouTube kijken. Dus dan open je die app en dan kun je daar gewoon mooie filmpjes op volledig scherm kijken. Voor de rest heb je nog video chat. En zoals je al zegt. Het is gewoon video chatten. Dus je selecteert gewoon een app zoals WhatsApp of Teams bijvoorbeeld. En uh, je belt gewoon iemand. En dan kun je gewoon op je grote scherm kun je dus iemand hebben staan. waarmee je dus belt. Dus super fijn dat je niet alles op een klein schermpje hoeft. En tegelijkertijd kun je nog jouw camera's van je telefoon. achterzijde en voorzijde gebruiken. als webcam als het ware. Dus dat betreft is het best wel handig. En dan de eindconclusie. Wat vind ik er nou van? De Motorola G100. Hij is super snel camera's zijn hartstikke keurig in daglicht. Waarbij ze wel een beetje jammer zijn in slechte belichting. Maar voor de rest goed in daglicht. Waarbij ik trouwens ook wel weer de selfie camera, vooral de ultra-wijd, waar gewoon waardeloos vind. En die had sowieso veel beter moeten. Maar goed, het is wat het is. Twee dagen batterij op een 5000 mAh batterij. En dat is echt groot. 5000 is echt groot. En I love it. Twee dagen batterij. Dus hoef je niet zorgen te maken als je 60% in de ochtend hebt. Van oh nee, 60%. Nu kom ik de dag niet meer door. Dat lukt wel. Want jij hebt gewoon zo'n gigantische batterij. En dus dat is nice. Wel 20 watt opladen. Wat ik wel een beetje weinig vind. Dat had voor mij wel wat meer gemogen. Um, voor de rest super snelle performance. De... Snapdragon 870 doet echt alles super snel. En de Adreno 650 GPU uh, handelt alles gewoon super keurig met games. Dus je kan elke game tegenaan gooien en hij draait het wel zonder enkele problemen. Geen stereo speakers, wat ik wel echt jammer vind. En ook helaas geen draadloos opladen. Wat ik trouwens nog vergeten ben hier in deze video. Maar geen draadloos opladen, wat ook wel jammer is. En ja, voor 500 euro. Verwacht je toch wel veel van die dingen nog? En helaas biedt het dus niet. Dus ik had liever dus gehad dat deze telefoon even net een tikkeltje goedkoper was. En had ik jullie echt kunnen aanraden. Maar voor nu, voor 500 euro, kan ik gewoon deze telefoon niet zo snel aanraden. Op zichzelf is het keurig, maar het is gewoon te duur. Dus dat is mijn eindbeoordeling. Of dat is dus mijn conclusie. Als je deze video interessant, handig, informatief, informatief en dat soort dingen vond, zou ik zeggen, doe natuurlijk een duimpje omhoog blog zit in de beschrijving dus check dat uit voor meer details en uh, ik zie jullie weer terug in de volgende video dus uh, tot ziens hey super bedankt voor het kijken naar deze video vond je de video natuurlijk leuk behulpzaam of informatief doe natuurlijk een duimpje omhoog wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal zou ik zeggen abonneer natuurlijk mijn social media staat allemaal in de beschrijving je hebt allemaal linkjes daarvoor ik zou zeggen bekijk dat en uh, tot de volgende keer